En midden augustus dat hij nog eens een basisplaats kreeg van Nicky Haaien. Puppe van Oudenhoven, een barkie, dat zijn onder meer jongens die in de basis terugkeren. Het lijkt ook de rechter van Rajel te gaan worden. Daar komt zijn bal. Het is echt wel een goede aangesneden bal. En bijna was daar het openingsdoelpunt. Homma biedt zich niet aan. De Smet kan naar binnen kruipen. De Smet nog steeds. De Smet gaat een keertje trappen. En de vuisten van Gies worden getest. Marzo verlengt tot bij een Simba. De Dylan Ragol. En Simba vindt Rajel. Rajel gaat een keertje moeten trappen en tegen de paal. Tweede keer dat Dender het doelhout vindt. Nu met Rajel. En Barkie komt nog naar binnen. Wil trappen naar de verste hoek. En die bal die gaat voorlangs. Gaat hij buiten voor een doeltrap voor Shinton. Tweede keer dat de bal tegen het doelkader komt. In een aanval van Dender. Deze keer Rajel met een poging naar de verste hoek. Maar niet kunnen scoren. Van Oudenhoven tikt goed door tot bij een Simba. Rajel is een aanspeelpunt. Yameyogo niet. Een Barkie wil in de zone van de waarheid terechtkomen. Daar komt zijn voorzet en daar is Akman met de goal. Het was maar een heel fijn tikje van Ali Akman. Maar hij weet dus wel na 33 minuten voetballen de debatten te openen. Eerste goal van deze wedstrijd is of komt op naam van in de Challenger Pro League. En het zal Akman extra deugd doen, want het is zijn eerste goal van het seizoen. En dat betekent dus ook meteen zijn eerste goal in het shirt van FCV Dender. Hier bijna leek het nog alsof Shinton naar die bal kon duiken om hem uit zijn doel te ranselen. Maar uiteindelijk net genoeg vaart meegegeven. Kruipt opnieuw naar binnen. Rajel met de opening. Van Oudenhoven gaat hij binnenhouden. Er komt wel degelijk een voorzet. En er gaat getrapt worden. En Akman, die maakt meteen zijn tweede treffer. Geen één zonder twee, denkt Ali Akman. En na 49 minuten voetballen verdubbelt hij zelf op zijn eentje de score. Net dus voor de 50ste minuut. Een barkie met Rajel. Van Oudenhoven gaat die bal binnenhouden. De voorzet komt. En dan heel propertjes afgelegd door Marzo. Akman trapt hem naar de goal. Die bal die wijkt nog af. En dan met Rajel opent Simba. En die zal misschien kunnen lobben. Dat doet hij niet. Shinton nu terug in zijn goal. En Simba nog steeds. Een Simba! Oh la la! Hier is nog Van Oudenhoven. Nee! Tot twee keer toe tegen de paal. Dat voorlangs zuist. Terwijl we nog eens kijken naar die dubbele kans voor Dender. Een Simba. Hele goede actie. Buitenkantje rechts. Trapt hem tegen de paal. En dan was dit eigenlijk een soort van onbedoelde assist voor Jasper van Oudenhoven. Maar die, ja, die valt. Oh, en dan de fout. Nee, toch niet. We gaan een gele kaart krijgen. Voor een Barkie. Een Schwalbe. Zo oordeelt Simonini. De Simons er is een Barkie eigenlijk een onbetwiste basisspeler geworden. Opletten hier, het voetballen. Shinton van Oudenhoven. Hier is het Simba. Wat gaat er allemaal fout? Nee, er wordt niet gescoord. Jongen, 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 wat is dit allemaal? En het verschil tussen het leiderstrio en de eerste degradatieplaats is 11 punten. Of wat zeg ik, is amper 9 punten. Nieuwe penalty. En nu geeft hij hem wel. Nu geeft hij hem wel. Bruni en Simba tegen de grond gewerkt. Protest bij Club Next. Nummer 6. De spionkop achter de goal. Kijk toe. 20 minuten nog te gaan. Valt het doek over deze partij of niet? Wordt het 3-0? Nee! De save van Shinton. Dender laat het echt wel na, hoor, om de wedstrijd helemaal monddood te maken. Net aan de grote rechthoek. Dan zullen we maar zeggen dat gerechtigheid geschiet. Zeker, het was wel een fout, maar geen penalty. En een Simba weet ze niet op. We zitten dus in dat slotkwartier. Stel je voor dat onze statistiek extra gaat bijgestaafd worden. Want hier is een Simba meegever. Rajel, nee! Die derde goal voor Dender wil er echt wel niet in.
van het mede-leiderschap in de Challenger Pro League met Zulte Waregem, Beerschot en Lommel. Want ook Dender komt door deze 2-0 zege tegen Club Next op speeldag 12 op 20 punten in totaal.